De eerste met 80. 82. 82, sorry. Ja, Theo van der Vendel. Ja. Onze landgenoot. En wat voor een? Op Zindane. Theo heeft echt conscientieus en mooi opgebouwd. Kijk eens. En een fantastische aanmoediging van het publiek. Dat zal hem goed doen. Maar 10 jaar deze grand maneuver niet tegen. Ja, prima. Hier Theo weer in beeld. Hier nog Van der Vendel. We houden u op de hoogte van Colette. Tweede water nu Theo met Zindane. 10-jarige creator. Goed. Ja, ook goed. Water in. Ziet er gemakkelijk uit. Kokken. En ook daar goed gepasseerd. Kijkt ook of hem naar de hindernis. Ja. Benieuwd hoe dat. Of die... Gary Hill. En Gary Hill is weer een paard wat is opgeleid door Thomas Carril, die we zo meteen te zien krijgen. En hier Thomas van mij, hier Theo bij het water. Kijk eens. Goed hoor. Als een grote daar over de lange zaal. Hij moedigt Zindane nog even aan en ik maar dat hij gebrand is op een goed resultaat. Prachtig daar door het terrein. Theo van der Vendel met zijn eigen Zindane. We zien het er nog een keer. Mooi. Geen twijfel. Kijk eens. Schitterend. Ja, raakt de vlag niet eens. En kijk eens even direct de blijdschap over de manier waarop zijn paard die hindernis neemt. Er zijn verschillende stands, overal op het terrein. En hier Theo bij de finish. De finish van Theo van der Ven. Schitterend. Echt een prachtige sport en een prachtige prestatie. Ja, we zien de vuist. Goed hoor. Naar de 44ste plek en dan heeft hij dus een goede cross gereden, want die komt van 79. Absoluut goed gedaan. We gaan de tijd zo zien.